daar ook mensen gedag zeggen. Nee, die zit daar. Dan moeten we hier stoelen erbij hebben. Roep ze er maar bij. Echt leuk. Kijk, ze zijn stoelen erbij halen. Dan kan de hele groep. Je hebt de hele fanclub meegekomen speciaal voor jou. Ja, leuk toch? Zo. Ja, het is heel anders. Wat ik heel erg leuk vind, dat de eetclub massaal aanwezig. Ja, precies. In plaats van eten gaan jullie gewoon nu de hapjes van de deelgemeente opeten. Ja, echt heel erg leuk. Echt heel leuk. Mooi, ja. Hallo. Wat gaan we eten vandaag? Geweldig. Nee. We eten vandaag allemaal hier bij de deelgemeente. Ja, dat is heel leuk. We staan weer aan het eind van de bestuursperiode en het is daarom goed om terug te kijken naar wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben bereikt. Maar ook, het is ook goed om met elkaar vooruit te kijken. En als ik dan zeg met elkaar, dan bedoel ik nadrukkelijk met onze bewoners, ondernemers, maar ook met onze partners waarmee de afgelopen jaren intensiever dan ooit mee hebben samengewerkt. Terugkijkend kunnen we vaststellen dat Delfshaven is veranderd. Delfshaven is niet meer te vergelijken met de Delfshaven van 10 jaar geleden. Maar ook niet met de Delfshaven van 4 of 8 jaar geleden. De tijd waarin Delfshaven alleen maar werd gezien als een probleemgebied is voorbij. Spangen is weer een normale en rustige woonwijk geworden. De woningbouwprojecten, Schiphoevers en Stadshavens zijn afgerond. Of dit nu Delfshavense Duiten was, Groene Duinen, Mensen Maken de Stad, Opzomer, BVG, de bewonersactiviteitenfonds, het maakt niet uit. De Delfshavenaren deden mee. En hoe? Delfshaven heeft momenteel het grootste aantal mensen maken de stadstraten en opstomenstraten van Rotterdam en waarschijnlijk van Nederland. Ja. En als laatst, but not least, wil ik naar voren roepen mevrouw Annie Verdolt. Goed, dames en heren, we hebben hier 2, 3 ongelofelijke kaartjes. En zoals ik al zei, je zult altijd moeten kiezen van wat zijn de opperkanjes onder al die kanjes die in Delfshaven rondlopen. En we zijn uitgekomen op 3 hele actieve bewoners. Nou ja, kijk, en als we 2 zilver hebben weggegeven, dan kunt u het wel raden. En ik denk dat de derde kandidaat is een grote bekende in Delfshaven, in Rotterdam, maar zelfs in Nederland. Iemand die met name in de jaren 90, in de tijd dat Delfshaven nog vaak werd gezien als het Wilde Westen, waar we nog gebukt gingen over onder drugsproblematiek. Iemand die de straten opging, die de barricade opging en samen met andere bewoners eigenlijk de leidster was van een beweging om Delfshaven veiliger te maken. Om de drugs bij ons uit de straat te halen.
Anja heeft daarmee landelijk bekendheid gekregen. Spangen echt ook landelijk op de kaart gezet. En dat heeft ze gedaan als vrijwilliger. En in de loop der jaren is ze altijd ook actief gebleven. Ondanks dat we samen nou eigenlijk de actiegroep Tessiele gedragen. Hè, toen zei van Spangen is veilig geworden. De drugsproblematiek is uit de wijk, dus we hebben geen actiegroep meer nodig. Maar Annie kennende, die kan niet stil blijven zitten. Annie is vervolgens aan de slag gegaan. En momenteel draait ze een fantastisch project. Een eetproject voor ouderen uit Spangen. 2 keer per week kookt ze. Fantastisch. Ik raad het iedereen aan om bij Annie te komen. Eet staat ze gewoon zelf in de keuken. En ze geeft al die ouderen een fantastisch gevoel. Een gevoel van saamhorigheid. Een gevoel van thuis. Het is niet alleen maar een hapje eten. Nee, het is ook een gevoel van gezellig met elkaar zijn. Met elkaar kletsen over van hoe gaat het? En ze houdt ook iedereen goed in de gaten. En een netwerk van ouderen, die op het moment dat één van de ouderen er niet is, dan gaan ze ook thuis opzoeken. Omdat ze ook elkaar in de gaten houden. En dat soort netwerk, ik zou zeggen, eigenlijk willen zeggen, vitale bondgenootschappen is ook een voorbeeld voor een ieder van ons. En Annie is daar een motor in. En wij vinden daarom dat Annie de Oeverprijs verdient en de Gouden Opsteker verdient. Ik wou allereerst zeggen dat die speld ben ik heel erg blij mee. Ik wil hem niet verknippen, want ik ben er ook trots op. Maar eigenlijk zou je hem in alle kleine stukjes moeten kunnen maken voor de mensen die altijd meehelpen om dit te laten gebeuren. Je bent vrijwilliger, je doet een project, dat doe je niet alleen. Zonder je vrijwilligers kom je er niet. Zonder het vertrouwen van mijn ouderen die in weer en wind of het sneeuwt of niet toch komen om te eten, doe je het allemaal niet. En ik wou vooral mijn man niet vergeten, die toch altijd weer achter me staat als ik weer eens niet thuis ben of weg moet en voor hem even iets opwarmt wat van de oudjes over is. We willen hem wel even zien, Ann. Hey, we willen hem wel. 1 maart. We willen hem even zien. Ik wil jij ook. Even de speld. Ik wil even zien. Heel mooi. Ik wil even. Ja, yes. Ik wil even die grote grijze man hebben. Oké. Het is wel een mooie speld, die kan je... Echt mooi. Annie.